En ik hoorde opeens allemaal geschreeuw en gegil en gehuil en zo. Dus ik dacht, wat de fuck is er aan de hand? Dus mijn broertje had mijn oma aan de telefoon. Yo, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ben weer bij mijn moeder thuis. Het is vandaag de tweede kerstdag trouwens. Mijn grote vriend zit weer lekker te slapen. Met zijn vette rolletje. Met je vette rolletje. We gaan vandaag ook weer dat spel doen wat ik gisteren heb gespeeld met mijn vader. Dat is in mijn vorige weekvlog te zien. We gaan ook naar een Christmasshow of zoiets. Kijk hoe gezellig, jongens. En ik heb ook mijn kerstsokken aan. Dit zijn alle cadeautjes die ik heb gekocht. Ik ga ze nou naar beneden brengen. I'm an angel. We hebben net trouwens het kerstspel gespeeld. En ik ga even laten zien wat ik heb gewonnen. Want dat is wel leuk, denk ik. Deze is trouwens van mijn broertje. Leuk, hè? Even naar boven lopen. Dit. Een hangklok. Dit gebeuren. Stel scherp, motherfucker. Een mok ding cake. Maak zelf chocoladelepels. Een hartenspel. Glaspaint. Een belletje. Echt superleuke sokken. Kijk hoe leuk. Een kaars met allemaal sterretjes boven. Een of ander kleed. En sporthandschoenen. En wat misschien wel leuk is, is om hier een video over te maken. Hoe je lepels van chocola maakt. En misschien kan ik hier ook nog wel iets, ergens iets wat. Misschien kan ik hier ook nog wel iets mee doen in, voor een video of zo. Laat maar even wat leuks weten als jullie een leuk idee hebben. So down, brother. So down, brother. So down if you can go on. So down. We lopen naar de Ziggo Dome toe, want daar is de kerstshow of iets. With those holiday greetings and gay happy meetings, when friends come to call. Lekker draaien mensen, ja dat gaat heerlijk. En dan nu dan weer op de bouw. Iedereen erop! Applaus! Step right up, one and all, to the biggest show of all. The Intergalactic Circus of Christmas. Step right up, come on in, we are ready to begin. Last Christmas, I gave you my heart. Wat? Dinsdag volgens mij. Door de vakantie raak ik alle dagen al door elkaar heen. Ik heb wat leuke spulletjes gekocht. Ik ga het even laten zien. Ik heb deze broek gekocht. Ik had echt heel veel broeken nodig. Dus ik heb nog een broek gekocht. Deze vind ik echt super leuk trouwens. Dit shirt gekocht. En heel simpel gewoon een grijs vest. Dat is altijd leuk, hè? Hoi, vandaag is het woensdag. En ik heb een heel lekker broodje. Look. Het is mozzarella met zout. Dat is het enigste. Dat is echt super lekker. Dat is echt super lekker. Overal waar ik ga, zie ik alleen je naam. Zeg, waar kom je vandaan? Turk of Marokkaan? Shit man, niet van onder. Wat denk je? Oké, hallo mensen van Chelsea. Oké, jezus. We zijn nu bij Ise. We hebben net één gekke horrorfilm gekeken. En ik ga citroen eten. Oké, let op hè. 3, 2, 1. Doe dit thuis nooit na. Even kijken, het is horrorfilms en iedereen is bang voor geesten hier. Zien jongens, kijk, Isa heeft een hele leuke kerstverlichting. Kijk hoe schattig, kijk, het loopt helemaal zo, bam, bam. Wow, dat heb ik al wel niet gezien. Bam. Hoi jongens, het is vandaag vrijdag. Ik heb nieuwe schoenen. Oh! Jongens, ik ben hier met Chelsea. En ik zie nu iets heel cools. Wat ik nu uit ga testen.
Het is best moeilijk. Ik heb hier dus zo'n ding gevonden, wat ik nu ga uittesten. En oh my god, ik breek mijn enkels. En nu moet ik dus uitvinden hoe dit werkt. Sorry. Je moet het draaien. Mag ik het doen? Nee, ik heb het gevonden. Ik kan het echt. Maar ik wil het eerst laten draaien. Nee, je kan het echt niet. Ja. Dit is geen aanrader om te kopen, jongens. Het doet fucking veel pijn aan je enkels. En je krijgt er niet van je poten af. Hoi. Dit is een ongemakkelijke situatie. Stel, ja. Jongens, we zijn op een verlaten dierentuin. Of weet het, kinderboerderij. Zoals je ziet is het erg verlaten. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Inbreken in verlaten kinderboerderij. Nou, je gaat daar op staan. En dan ja, maar straks heb ik die prikkels in mijn kut. Ja. Oké, we hebben zo net ingebroken in de dierentuin. Maar jullie hebben het alleen niet gezien. Hoi jongens, het is vandaag zaterdag. Ik lag echt super lekker te slapen vandaag, want ik was gewoon echt heel moe en zo. En om 10:30 lag ik nog steeds te slapen en ik hoorde opeens allemaal geschreeuw en gegil en gehuil en zo. Dus ik dacht, wat de fuck is er aan de hand? Dus mijn broertje had mijn oma aan de telefoon, want mijn opa was gevallen of zo. En hij wist niet meer dat hij was gevallen. Dus wij zijn er heel snel heen gereden met de auto. Ze wonen echt 5 minuten of zo van ons vandaan. Toen heeft mijn oma de ambulance gebeld en zo. Dus wij waren daar en we moesten even wachten tot de ambulance kwam. En op een gegeven moment waren ze er en toen zeiden ze al gewoon, we nemen hem sowieso al mee naar het ziekenhuis. Dus ze gingen allemaal testjes even met hem doen en zo. Bloedtesten en zo en hartslagtesten en zo. En toen moest hij naar het ziekenhuis. En nu zitten ze daar waarschijnlijk. Mijn oma is meegegaan en mijn oom is meegegaan, want er konden er maar 2 mensen mee. En vanavond is oud en nieuw en we weten dus niet of ze kunnen komen of dat ze in het ziekenhuis moet blijven en zo. Hoi jongens, ik heb net even make-up gedaan, even lekker gedoucht. En ik heb goed nieuws, want mijn opa wordt nu door mijn moeder opgehaald uit het ziekenhuis. Ze konden niet echt iets vinden waardoor het was gebeurd, dat hij was gevallen en niks meer wist. Ik ga straks trouwens even iets leuks doen. Als je bitch wilt chillen. Kom ik erheen? Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Drank en drugs. Nu weg met dat ding. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jongens. Het is 2017. Iedereen een gelukkig nieuwjaar. En dit gaat een topjaar worden, jongens. Ik ga wat vuurwerk voor jullie filmen. Het is vandaag zondag. Gisteren was het echt super leuk. Oud en nieuw en zo. En het is vandaag. Vandaag is het gewoon 2017, jongens. Hoe cool klinkt dat? Op een onbewoond eiland. Daar zou je willen zijn. Ja, je voelt je er blij, want. Lekker leven is geen lust. Geen pizza, pech, want die hoef je niet. Voel maar niet van je fiets. Ik wil alvast mijn weekvlog afsluiten. Thanks for watching this weekvlog. I hope you like it. Don't forget to do a thumb up. Also don't forget to abonneer op mij. En also don't forget om een reactie te schrijven. Zorg ook dat al je vriendjes en vriendinnetjes mijn video's zien. Ja. Ik wil ook nog even iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen en zo. Ook al komt deze video wat later online dan dat het is opgenomen. Is niet erg, ik wil jullie gewoon een gelukkig nieuwjaar wensen. Later. Lekker. Zalig.